Er was ook veel aan de hand. Anthony Kiedis van de Red Hot Chili Peppers. 55 geworden vandaag, zou ik niet zeggen. Het is World Vegan Day. Maar ik heb gekozen voor het bericht Yakubu. De voetballer die bij Ajax en Vitesse heeft gespeeld in de tijd van Sneijder, Van der Vaart, Heitinga. Mm-hmm. En die overleed ineens. Die lag in het ziekenhuis. Ja. Dood. 32, 33? 35. 35, ja. Ja, klein mannetje, 1,78 meter. Feestnummer buiten het veld, maar een echte strijder in het veld. En onze grote Vitesse-fan, heer Van Roosmalen. Marcel Van Roosmalen, ja. Die heeft een heel mooi stukje ooit geschreven over Yakubu. Die reed een keer mee naar de training. Ik reed met Yakubu en Fred Benson terug naar Amsterdam. Yakubu reed elke dag met Fred mee. Dat vonden ze bij de club ook het beste, want Yakubu had een aparte rijstijl. Hij rijdt alleen maar 80, zei Fred. Soms toeteren de auto's achter ons, maar in woonwijken halen we iedereen in. Yakubu vanaf de achterbank, 80. Fred, en daarom is het beter dat ik rijd. Voordat ze samen naar het werk reden, vertrok Yakubu soms midden in de nacht naar Vitesse. Dan parkeerde hij zijn auto om 4:30 s'nachts op het trainingsveld en ging er slapen, omdat hij een hekel had aan boetes. Ach. Even geëerd, deze man. Dankjewel. Aan tafel.